Meteen daarop draaide hij zich om en liep het tempel op. Achter hem vertrokken de toegestroomde dorpelingen, sommige huiswaarts, maar het meeste rechtstreeks naar de terminus. Zelfs het kleine café binnen de kortste keren stampvol zat en Maria, de dokter van de cafébaas en René Moritznet, een handje moest helpen. Jozef Zimmerman had het hele gebeuren vanaf zijn vaste tafeltje bij het raam gevolgd en toen Werner Bayer arriveerde en vol lof over de prestatie van de dokter begon te spreken, schudde de hoogbejaarde man het hoofd, sloeg in één keer zijn glasje neef achterover en riep: "Alleen God kan wonderen doen." Werner wijste die uitspraak weg en een glasje neef op zijn kosten stemde de oude Zimmerman op slag veel milder, zodat hij er op wat gemompel na verder het zwijgen deed. Iedere keer als de deur van het café openging, zweken ook alle andere aanwezigen en keken op. Het bleek echter steeds een andere dorpsbewoner die het nieuws had vernomen en in allerijl naar café Terminus was gekomen. "René, geef hem ook wat te drinken," riep Werner dan vanaf zijn kruk bij de tapkast. Met een minuut nam de spanning toe en toen ook Jacob Weinstein, de koster van het dorp, arriveerde en riep dat hij de dokter met een reiswieg zijn woning had zien verlaten, werden er nog gauw een paar weddenschappen afgesloten over het geslacht en de haarkleur van de kinderen, maar ook en vooral over de grootte van de opening in het gezicht. "Zijg maar op, 18 centimeter," zei Langemakers tegen zijn vader, die met een pen in de hand over een bierveeltje gebogen zat. "Zeker weten, pa, ik zou minstens 20 frank inzetten als ik jou was." "Als ik verlies, gaat het van je zakgat af," zei zijn vader, waarna hij een weddenschap neerkrabbelde en het bierveeltje het samen met een muntstuk van 20 frank aan de cafébaas gaf, die het onder de geldlade van zijn kast had weggetrokken. Dokter Hoppe, die zijn doktersjas voor een lange grijze overjas had verruild, kwam achterwaarts café-terminus binnen, zodat de dorpsbewoners eerst zijn gebogen rug te zien kregen en van daarna de donkerblauwe reiswieg die hij met gestrekte armen voor zich uit droeg. Hoewel iedereen zag hoe moeizaam hij de brede wieg door de deuropening kreeg, was er niemand die een hand uitstak om hem te helpen. Pas toen hij eindelijk binnen was en wat onwennig in het rond keek, zoekend naar een plek waar hij de zware last kon neerzetten, schoot Werner Bayer naar voren. In een vlugge beweging ruimde hij enkele glazen van het tafeltje af en wees met een groot gebaar naar het lege blad, terwijl Florent Keuning, die vlakbij zat, maakte dat hij aan een ander tafeltje terecht kwam. "Hier, zet hem maar hier neer," zei Werner. "Dank u," zei de dokter. Zijn stem deed de aanwezigen weer vreemd opkijken. De vader van Langemakers bracht zijn mond tot bij het oor van Jacob Weinstein, die de stem niet eerder had gehoord en fluisterde hem toe: "Wat komt door zijn hazenlip? Hij trekt valse lucht." De koster knikte, ook al had hij vanwege zijn slechthorendheid amper verstaan wat Makers zei. Met een open mond volgde hij de beweging van de dokter, die zich over de wieg boog en het berekende plastic schermpje voor de kap begon los te maken. "Wat wilt u drinken, her dokter?" vroeg Werner. "Water." "Water?" De dokter knikte. "René, één glas water voor her dokter. En voor, aarzelend in de richting van de wieg. Ze hoeven niets," zei de dokter. En alsof hij meende dat hij zich moest verantwoorden, voegde hij eraan toe: "Ik verzorg ze goed." "Daar twijfel ik niet aan," zei Werner, hoewel iedereen aan de toon hoorde hoe geforceerd zijn antwoord was. Behalve de dokter blijkbaar, want die reageerde er niet op. Hij boog zich over de wieg en schoof de kap naar beneden. Toen maakte hij het zeil aan de bovenzijde van de wieg los en sloeg het helemaal weg. De omstanders die zich op enkele meters afstand bevonden, deden een stap achteruit of verplaatsten snel hun stoel. Alleen de dorpelingen achterin durfden wel een blik te werpen en gingen daarvoor zelfs op de tenen staan. Maar niemand klaagde erin over de rand van de wieg heen te kijken. De dokter stond er licht wiebelend naast en zweeg. Hij had zijn blik naar beneden gericht. Op het geronk van de oude ventilator aan het plafond na, was het stil. Het was een gênante stilte en Werner voelde alle ogen op zich gericht. "Hé Werner, geef de dokter zijn glas eens," riep René Moritznet. In zijn hand hield de cafébaas een glas water. Iedereen volgde hoe Werner het glas aan de dokter gaf, die het met een beleefde knik aannam. "Dank u wel," zei hij, en hij deed een stap opzij, zodat de weg naar de wieg helemaal vrij kwam. "Ga gerust uw gang, heer Bayer." Werner zette aasterend een stap in de richting. "Ze zijn zo stil," merkte hij op. "Slapen ze?"
Nee hoor, ze zijn wakker, antwoordde de dokter, die terloops een blik in de dief wierp. Oh, voorzichtig leunde Werner wat naar voren en meende de kruinen van de baby's te zien. Zijn het meisjes? Vroeg hij. Nee, drie jongens. Drie jongens, herhaalde Werner zachtjes en het slikte hoorbaar. Hij schuifelde voorbij de dokter en ging naast de wieg staan. Aan de overkant stond Florijn Keuning hem een knipoog. Werner trok even zijn rechtermondhoek op en richtte zich opnieuw op de dokter. Hoe heten ze? Michael, Gabriel en Raphaël. Overal in het café weer klonk geroezemoes en Freddy Macon riep verschrikt uit, veel harder dan hij wilde, de wraakengelen! Dokter Hoppe wist duidelijk niet waar hij moest kijken. In een poging zich een houding te geven, nipte hij aan zijn glas. Jacob Weinstein, die de uitdruk van Macon gemist had, kwam echter tussen beiden. Zoals de aartsengelen, niet waar, her dokter? De boodschappers van God, riep de koster overtuigend, als om zijn kennis van de Bijbel te etaleren. De dokter knikte, maar zweeg. Werner stond nog altijd bij de wieg te dralen. Opnieuw nam hij het woord. Hoe oud zijn ze nu eigenlijk, her dokter? Bijna 9 maanden. Hij probeerde zich voor te stellen hoe zijn eigen zoon er op die leeftijd had uitgezien. Hoe groot de jongen toen was. En of hij al tanden had. Met de handen op de rug en de ogen dichtgeknepen boog hij langzaam naar voren. Door het beeld dat hij in zijn verbeelding zag, vertrok hij zijn gezicht alsof hij op iets zuurs had gebeten. Van achter de tapkast zag René Moos net hoe Werner eerst het ene oog opende en daarna het andere. 2 keer liet hij zijn blik over de wieg glijden, maar van voor naar achter en weer terug. Toen klaarde zijn gezicht helemaal op. Ach, wat een verrassing, ze zien er alle drie hetzelfde uit, riep hij met een zucht van verlichting. Hij keek even over zijn schouder naar de dokter en richtte vervolgens zijn blik opnieuw naar de wieg. Dokter Hoppe knikte. Helemaal. En niemand geloofde dat ik het kon. Er steeg gelach op, maar het gezicht van de dokter bleef onveranderd, waardoor bij velen de vraag rees of hij het wel als een kwinkslag had bedoeld. Trok het zich niet aan en wenkte naar de omstanders. Kom dan, dit moet je zien. René Morisnet kwam achter zijn tapkast vandaan en duwde Wilfred Nussbaum voor zich uit. Pas toen beide mannen zich over de wieg hadden gebogen en met hetzelfde enthousiasme reageerden als Werner, kwamen ook de andere dichterbij. Er werd getrokken en geduwd en onder toenemende kreten van oh en ah, probeerde iedereen een glimp op te vangen van de 3 baby's. Wat alle kijkers meteen opviel, was de manier waarop de dokter ze in de wieg had moeten leggen, omdat ze er met z'n 3 niet meer in paste. 2 jongens lagen hun hoofd aan het hoofdeinde, terwijl bij de ene het linkeroor en bij de andere het rechteroor tegen de zijwand van de wieg drukte. De 3e jongen lag met zijn hoofd aan het voeteinde en zijn voetjes tussen de hoofden van zijn broertjes. Zoals sardientjes in een blik, fluisterde Freddy Macon. Er lag geen dekens over de kinderen, maar om ze tegen koud te beschermen had hun vader hen in wollige, muisgrijze pakjes uit 1 stuk gestoken, die hun lichaam van hals tot met hun voeten beschermden. Op de linkerborstzak van elk pakje was een zeilschip afgebeeld. Maar dat detail zagen de meeste dorpelingen pas nadat de blikken eerst de 3 gezichten hadden afgetast, waarin de gaten opening, zoals door lange nekers beschreven, niets te bespeuren was.